debat Oost ontmoet. Hey! De stelling is, op mijn school kan ik zijn wie ik ben. Ik vind zelf dansen leuk en vaak als een jongen dans wordt er gelachen. Of als ik vertel ik vind dansen leuk, dan wordt er gelachen alsof het een grapje is. Het kan pijn doen als je over iemands religie gaat praten of over zijn huidskleur. En dat vindt hij soms ook niet leuk, maar kan er soms ook wel om lachen. Dus daarom twijfel ik er nog een beetje over. Meestal zijn pesters, die zijn dan zelf ook gepest, daarom gaan ze pesten. En de meelopers, die ja, aanmoedigen hun eigenlijk. En als de pesters geen meelopers hadden, gingen de pesters ook niet pesten. Als je ziet dat iemand gepest wordt, zeg je er dan wat van? Of denk je van, oh, dat is een beetje eng? Nou, misschien ook niet, want als er dan zo'n heel grote groep gaat, zeg maar, verklikken aan de juf, dan gaan ze je daarna misschien ook wel weer helemaal pesten. En dan is misschien ook wel de reden waarom mensen het niet gaan vertellen. Ik vind dat je pas jezelf kan zijn als je ook anderen een kans geeft om mezelf te zijn. En niet alleen maar, hey, ik heb gelijk, alles wat ik zeg is goed en jullie moeten je mond houden. Ik zit op een multiculturele school, maar ik ben moslim. Maar toch respecteren we elkaar zijn geloven. We vieren ook kerst en ook Sinterklaas. Maar ook voor moslims die in onze school zitten, doen we ook Ramadan en Iftar. Dus dat vind ik ook wel goed. En ik vind dat dat ook bij andere multiculturele scholen komt. Je moet ook kijken hoe je de vieringen met elkaar kan verbinden. Want vaak zitten er wel heel veel dezelfde gedachten achter. De stelling is, het is belangrijk dat kinderen met verschillende geloven en culturen elkaar op school ontmoeten. Misschien dacht je eerst wel van, dat is raar wat zij doen, maar na die ontmoeting weet je misschien wel waarom ze dat doen of waarvoor ze dat doen. Ik vind dat we het niet zoals slijm makkelijk bij elkaar kunnen gooien, want we moeten het rustig. Anders kunnen er, zoals in het filmpje staat, bepaalde wrijvingen of spanningen ontstaan tussen verschillende geloven en culturen. De een wordt later een president en de ander wordt later minister-president of zo van Nederland. Dus als we nu geen goede band hebben, gaat dat later ook niet zo goed zijn. Dus daarom vind ik dat we het nu moeten oplossen, want wij zijn de toekomst. Ik zit op een school in een klas met totaal verschillende kinderen. En als ik geen onderwijs had over geloven en culturen, zou ik nog steeds heel veel van hun leren. En daarom vind ik dat het belangrijk is dat we met verschillende culturen en geloven samenleven. Ja. Stel voor, je bent Surinaams en dan ga je zomaar oordelen over het islam. Dan denk ik van, iedereen heeft zijn eigen cultuur, iedereen heeft zijn eigen geloof, iedereen heeft zijn eigen ding. Misschien kunnen we wel gewoon wat minder erg doen tegen andere geloven, want je moet iedereen kunnen respecteren. Zolang je niet kan kiezen hoe en waar je geboren wordt, is de wereld van ons allemaal. Ja, dit was hem eigenlijk alweer voor vandaag, het debat Oost ontmoet. Misschien volgend jaar weer. Ga allemaal lekker veilig naar huis. Dank jullie wel voor het komen. Ciao! Vond ik het al heel knap wat de kinderen gedaan hebben en hoe ze dat voorbereid hebben. En weet je, daar moeten ze gewoon ook de waardering voor krijgen dat ze daar al heel veel belangrijke dingen gezegd hebben. En dat je daar graag verder over met ze in gesprek wil. Meer weten? Ga naar www.dkl.nl. Ja!